Vooraleer het voetbal op wintervakantie vertrekt, na de heenronde spelen kampioen en bekerwinnaar nog om de Supercup in het Constant van den Stokstadion. Geschacht. Het wilde ook fijne duels, denk ik, met Verheijen. We kwamen elkaar in de competitie niet tegen. U kent ook een verhaal natuurlijk. Compagnie verliest daar de bal. Hermans met de eerste kans voor Brugge en de goal. Wat een mooi debuut voor Sebastian Hermans. Hij brengt Club Brugge op voorsprong na een blundertje in de paars-witte verdediging. Nog nooit gescoord voor blauw-zwart in het eerste helftal. Probeerde daar door te breken en dan de Schacht die Compagnie in de problemen bracht. Lange tikt die bal dan voor de vrijstaande Hermans. En die wipt die perfect op over Van Steenbergen. En net als in de competitie komt Club Brugge op voorsprong na defensief slecht werk van Anderlecht. Compagnie met Tienen. Via Clément bij Van Tormout. Goede beweging van Vlaming. Bij Van Staal een beetje aan Aguilbert denken. Van Tormout laat voor Lange. Afgelopen. 0-2. Rune Lange. Perfecte tegenaanval van Club Brugge. De 950 kunnen juichen. Ja, scoren dat is iets wat je hebt of niet hebt. Vlaming bracht de counter op gang. Blondel meteen ingespeeld. Van Tormout heel slim die bal laten lopen. Van Ragen kwam te laat. Van Steenbergen ook. Tini Simons mag nog eens een beker in de lucht steken. De bekerwinnaar wint ook de Supercup anno 2004.